Het vertrouwen tussen de oppositionele partijen VHP, NPS, Partij Aluhoren en ABOP is uitstekend op dit moment. Dit is vanmiddag tijdens een persconferentie in Gurundjari meegedeeld door de voorzitters van deze partijen. Zij zullen vanaf nu meer druk uitoefenen op de regering om haar beleid te wijzigen. Hierover zijn er vandaag duidelijke afspraken door de partijvoorzitters gemaakt. Met name Paul Somaharjo en Ronnie Brunswijk worden door delen van de gemeenschap verweten te hebben meegewerkt aan de huidige economische crisis. Gezegd wordt dat de twee politici in het jaar 2010 enkel voor eigen belang de NDP hebben ondersteund. Somaharjo beweert echter het tegendeel. Ik wil benadrukken dat niet door ons toe doen, want dat wordt verteld door de NDP'ers, Somaharjo ook toe. Dat was van de Sofara. Die Oemendapé. Dan weer de Sofara. En daarom 2015 zijn wij tegen, samen met deze combinatie, tegen het beleid van Boutersen. En niemand wilde horen. We hadden gezegd, meneer, pas op. Ik zat daar, ik weet wel. Dat is mijn tikkie. Maar hoe nou hier? En nu gaan we het volk op. Want we kunnen niet zo laten. Dus daarom zeg ik, als u op straat komt, als u bij de protestmanifestatie komt, dan gaat u niet voor zo'n handje of meneer Rusland, meneer Santeke, voor Brunswijk. Nee, u gaat voor uzelf. Hè? Want u betaalt dezelfde prijs dat zo betaalt. Dus, meneer Tjanelal, ik wil een beroep op u doen. Hè? Ik had ook een keer met u gesproken en luisteren. Wij proberen het verwijt te geven aan PL en ABOP. Maar PL heeft juist bijgedragen om steeds controle uit te oefenen op het beleid van 2010 toen. Ook Ronnie Brunswijk vindt dit verwijt niet op zijn plaats. Volgens hem leven wij nu in een andere tijd met een andere politieke realiteit. Deze realiteit heeft bepaald dat de oppositionele partijen zich nu weer moeten bundelen. Iedereen gaat met het hoop voor een beetje Suriname. En als je iemand daar zet en je gaandeweg de rit, na 2 jaar dan zie je dat het niet gaat. En dat wilde je niet. Je had hoop dat het goed zou komen. Maar als het niet goed komt, dan ga je de gemeenschap niet gaan verwijten van ja, nou bestemt die Boutersen. Je hebt voor Boutersen gestemd, omdat we dan denken dat je ook was aan boom. En als hij niet kan, dan moet hij opstappen. Dat is hetzelfde dat we in 2010 bijvoorbeeld met bestemd die Boutersen. Om een betere Suriname van te maken. Maar hij was aan nog een boom. Dat normaal verwijt me dat je bestemt die Boutersen en die zeggen dat hij. Daarom zijn we hier als oppositionele partijen om wat fout is gegaan om te corrigeren. Dat is het volk zelf, want zelf het volk die boven 26 zetels heeft gegeven, zit nu ook te schreeuwen toch, van Anjago Boom. Dus dat is het leven. Als het niet goed gaat, dan wil je verandering hebben. Dus wij allemaal, het Surinaamse volk, wij aan de kant van deze tafel, oppositionele partijen, willen verandering hebben. We willen dat het goed gaat met Suriname. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vandaag tijdens een persconferentie van de gezamenlijke oppositie. De partijen ABOP, VHP, NPS en Partij Aluhoer hebben vandaag harde afspraken gemaakt over strategieën die zij zullen volgen om het beleid van de regering te veranderen. Voor 20 mei is er een massamanifestatie gepland op het Onafhankelijkheidsplein. Ten aanzien van de acties van morgen zeggen de partijen dat zij die zullen ondersteunen. Zij zijn echter niet van plan om op de voorgrond te treden.